Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video op dit kanaal. Mijn naam is Lelard en ja, ik ben hier met Huurmoordenaar Franklin in een andere serie die binnenkort allemaal ga opnemen. Ben ik Huurmoordenaar Franklin, daarom heb ik een silencer op wapens. Ja, daarom moet ik nu even zelfmoord gaan plegen, want er is politie, zeg maar. Maar vandaag ben ik politieagent. Russia politieagent. Ik ben naar Los Angeles, uit Nederland komen. Het is vandaag Los Angeles, mensen. Ik denk dat ik Engels praten. Zijn ook de LSPD. Is niet de speciale mode die ik net heb gedownload, maar kijk, ik zal het even openen, het menuutje. Ga naar director mode. Is nog niet helemaal goed met die mod en dat soort dingen. Maar ja. Ga je naar actors, emergency services. En ik kan ook als verschillende mensen op pad gaan. Ik kan bijvoorbeeld ook als een LSPD. Ik kan als een newsman gaan. Ik kan als een chopje gaan. Ik kan ook als een lifeguard, een IAA, highway patrol, FIB, Coast Guard. Ik heb ook nog drie. Maar we gaan voor de mannelijke en dan gaan we voor de LSPD FR. Maar ik ga even knippen en dan zie ik jullie zo. We moeten natuurlijk eerst wel naar het bureau gaan om een politieauto te hebben. En ik heb nog iemand in mijn auto zitten, kom ik net achter. Mijn vrouw zit nog in mijn auto. Ze kan geen Nederlands. Ze zijn in Los Angeles, daarom. Hoi. Hey. Oh. Sorry mevrouw, ja, sorry, leef je nog? Ja, oké. Maar mevrouw zit dus nog in mijn auto. Volgens mij is ze niet erg blij, ze is een beetje bang. Kijk maar, zit er nog in. Gezellig. Rustig schat, rustig. Mijn auto, je auto gaat wel een beetje kapot. En straks ga ik ook nog met alle... Ja. Straks ben ik weer huurman naar Franklin. En ja, misschien wil hij nogal wat dingen met je doen, ja. Oké, is goed. Oké. Nou, bijna ben ik bij mijn werk, hoor, schat. Wacht, je moet even blijven zitten. Oh. Je hoeft niet zo te schelden. Nee, dit is niet happening. Dit is een politieauto. Oh, shit. Ik ben nog niet van de... Oh. Maar ja, dan gaan we nu naar het politiebureau. Oké, gaan we parkeren. Oh, hoi. Mevrouw. Asshole. Wel van de... Oké, deze vrouw gaan we aanhouden. Ik weet niet waarom, maar ze noemen me asshole. Staan blijven of ik schiet. Ik heb al geschoten. Hallo. Mijn agent, mijn collega schiet op me. Nou. Niet mij schieten, daar hou ik niet zo van. Ook niet op mijn auto schieten, dankjewel. Waarom zijn jullie zo agressief tegen me? Ik ben jullie collega. Ja, ik ben wel een beetje boos op jullie. Dat jullie nu agressief tegen me doen. Zo. Ik werk hier. Maar ik ben alleen mijn sleutels van mijn auto kwijt, ja. Nou, vandaag gaan we dus beginnen met de patrol. Ik ben politieagent Russia. Ik heb Knokovic, zo'n Russisch agent. En ik mag alleen mijn handgun en ik mag ook mensen opblazen. Ik vind dat kan. Ja. Iedereen moet aan de kant voor mij, want ik ben gewoon beast. Wacht, ik ga even deze auto staan. Nou, hij luistert nu al niet. Hij staat stil midden op de weg. Hallo! Godverdomme. Waarom doet hij dit nou weer? Hallo. Parkeer mijn auto er wel even voor. Hallo. Maak hele file, ik weet. Mevrouw, uit je auto, nu. Hallo. Oh, je bent een meneer. Uit de auto. Oké. Gaan we eerst even voor je banden. Ja, je... Sorry, je bent wel dik, vriend. Ik heb niks gedaan. Hij luisterde gewoon niet, ja. Ik ben hier ook nooit geweest.
Hallo, jullie staan hier fout geparkeerd. Oké. Staf hier fout geparkeerd, hè? Ik ga even een ticket van uitschrijven, mensen. Kijk, hoppa, alsjeblieft. Oh, mogen er wel meer. Mogen we meer tickets? Zo. Ik zie ook dat ze niet betaald hebben. Dus daarom krijgen ze heel veel tickets. Echt heel veel bonnetjes. Moeten ze allemaal gaan betalen. Denk ik. Ik moet er even langs. Sorry. Oeps. En op tijd betalen trouwens. Ik hoop wel voor dat ze op tijd gaan betalen. Nou, we gaan even op zoek naar auto's die fout geparkeerd zijn. Misschien straks nog een snelheidsmetingje, alles. Aan de kant, chap. We gaan even een snelheidsmetingje houden ergens. Weet ik wel een heel leuk plekje voor. Ik ga even naar het plekje. Ik ga even knippen en dan zie ik jullie op plekje. Nou mensen. Kijk wat er gebeurd is met mijn fucking snelheidscontrole. Iedereen rijdt hier gewoon door. Vind ik niet leuk dit. Ben ik een beetje boos. Maar ik moet even wat gaan doen. Deze mensen, ik mag ze gewoon niet. Ik moet even zorgen dat ze weggaan. Zo. Iedereen weg, zo. Zo. Even iedereen oprotten hier al. Kijk, gaan we even iedereen die te snel gaat, die ontploft. Iedereen die te snel gaat krijgt een straf van mij, hè. Vind ik niet aardig dat ze te snel gaan. Zo. Nou, ik vind altijd. Mensen, waarom gaan jullie allemaal te hard? Waarom gaan jullie allemaal te hard? Is niet leuk. Jullie gaan allemaal te hard, man. Hallo. Vriend, jij gaat. Ze rijden allemaal te hard, deze mensen. Kijk, hij rijdt ook te hard. Hij rijdt te hard. Zie je, bij mensen die niet te hard rijden, gaat hij gewoon niet af. Kijk, zoals ik rijd altijd te hard, gaat hij altijd af. Oké, de brandweer komt. Sst. Kijk of hun te hard gaan. Ja. Hallo, jullie gingen ook te hard, hé! Oeps. Ze gingen allemaal te hard, man. Jij gaat ook te hard. Waarom gaat iedereen hier al te hard? Ja, zie je? Karma, jongen, je ging te hard. Die auto moet ook wachten. Staan blijven. Ik zei het toch, hè? Ging te hard. Oprotten. Ja, gaat ook te hard. Mag niet. Oei. Hey, yo, hey! Hey! Jij krijgt bonnetje. Jij krijgt bonnetje hier al. Hier, gaat te hard. Bonnetje. Schoon bonnetje. Je gaat te hard. Hallo. Tering Disney. Allemaal te hard hier, man. Waarom loop je op de weg? Mag niet op de weg lopen. Kan ik politie bellen? Nee, ik kan politie niet bellen. Ik vind het niet meer leuk. Ik ga straks even op Snapchat, man. Ik moet even weg. Oké, jij zoekt ruzie. Jij wil ook tikken, toch? Staan blijven of ik schiet. Oeps, ik heb geschoten. Sorry, meneer. Ging per ongeluk. Oeps. En mensen, ik ben er nooit geweest, hè. Adieu. Aan de kant! Ik heb een hekel aan motorrijders. GTA dan, hè. Echt niet. Waar is die pion die ik heb neergezet? Ah, hij spant best net in. Ik ben politie. Hé, blijf staan. Ik ben van politie. Niet. Oké, je luistert niet. Op you. Ik krijg straks al ticket van. Kijk, kom ik tegenaan. Oeps. Oei, yo.
Oké. Uitstappen. Bloedon. Eruit. Op de grond blijven liggen. Hey. Oeps. Hallo, van je motor. Van je. Hij is al dood. Hé man, ik denk dat ik hier even weg moet. Mensen zijn hier niet zo blij met mij, denk ik. Kijk, er zijn mensen op een hele hoop plekken niet. Maar Francine de Rus gaat even weg, ja, later. Ga weer op zoek naar mijn collega. Even zoeken naar de collega. Hij rijdt ook te snel. Hallo! Hebben jullie dat verhaal gehoord trouwens over in Amerika? Dat mensen, dat je een GPS systeem... Hallo! Zomaar rij achter me aan, net chop. Doei doei. Hij rijdt. Hallo! Fuck you. Drop! Oh, wacht. Screw you! Hallo! Politie, hè? Oké. Fuck you. Staat onder arrest. Voor huppel de fluppel de fluppel. En je kop stond me gewoon niet aan. Hij lijkt een beetje op mij. Kijk, ik ben ook een Rus. Hij lijkt op Nico Bellic. Hallo, is het ziekenhuis? Hey yo, hey man, zijn wel een beetje boos op mij, denk ik. Onkomen omdat ik een bewaker heb neergestoten. Oké, we gaan weer naar beneden. Oh ja, trouwens mensen, we hebben bijna de 120 subs. Thanks daarvoor. Ik denk een week geleden, twee weken geleden, hadden we nog maar 100 subs. Ik ben blij met jullie. En we gaan even. En mensen, ik ben er weer. Als jullie in de knip hadden gezien. Dat ik ben bij van politie. Hallo! Oeps. Oké, alsnog. Hij is dood, maar hij krijgt alsnog een ticket. Alsjeblieft. Hij krijgt er één omdat hij dood is. Nu is hij nog doder. Hallo! Stop eens! Je reed me aan, dat vind ik niet aardig, alsjeblieft. Oeps. Bel wel even backup. Uit, ik heb gekke backup. Uit. Mag je niet parkeren, maar ik heb fok aan de regels. Eraf! Oeps. Oh, het is een 6x6 dus daar. Die overleeft wel. Yo, alsjeblieft. Alsjeblieft. Oeps.
Deze mensen krijgen allemaal een ticket van mij. Maar jongens, like, subscribe en zeg ik tot volgende week. Later.